In enkele kastjes naast woningen in serviceflat Elderveld in Arnhem is asbest aangetroffen. Het asbest werd gevonden tijdens werkzaamheden. Er wordt onderzocht of het asbest in alle kasten naast de 169 woningen zit. Alle kastjes zijn verzegeld. Veel mensen gebruiken de kastjes om het huisvuil in te zetten. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Vivare lopen de bewoners van serviceflat Elderveld geen gevaar. Dinsdag moet duidelijk zijn hoeveel asbest er in de kasten zit en wat er verder gaat gebeuren. Wat is er aan de hand? Wat er precies aan de hand is, kan ik nog niet zeggen. Het enige wat we heel zeker weten is dat we tijdens renovatiewerkzaamheden hebben we plaatjes asbest aangetroffen buiten de woning in een gangkast. Die gebruikt wordt voor het plaatsen van een vuilniszak of dingen die niet direct nodig zijn. In principe hebben we daarop het besluit genomen van nou, de kastjes gaan dicht. Want als je het constateert kun je ook wel tegen het risico aanlopen dat er iemand er nog per ongeluk tegenaan stoot. En dan komen mogelijk asbestdeeltjes vrij. Nou, dat zou een risico kunnen inhouden. Dat proberen we te voorkomen. En op basis daarvan hebben we gezegd van nou, alle kastjes gaan dicht. En we nemen luchtmonsters van of er toch niet misschien een asbestdeeltje door het gebouw zwerft. En afhankelijk daarvan nemen we vervolgstappen. Wanneer zijn de bewoners ingelicht? De bewoners zijn gisteravond per brief ingelicht. En we hebben via een centrale omroepinstallatie medegedeeld waar wij mee bezig waren. Het was onmogelijk om die mensen allemaal persoonlijk te benaderen. Zijn de bewoners verontrust? Ja, we hebben geen garantiebewijs hiervoor. Onze indruk is in ieder geval wel dat mensen heel rustig blijven. En eigenlijk, er is geen paniek. Maar er is ook geen reden voor paniek. En die boodschap hebben we denk ik goed overgebracht. Want iedereen woont hier nog gewoon braaf en gelukkig, hopen wij.